De vakbond bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij, de SWM, heeft vanmiddag een deurwaarder-exploot ontvangen om morgenochtend te verschijnen voor de rechter. Volgens de secretaris van de bond, Steven Sloten, heeft het bestuur via de pers vernomen dat er een kort geding is aangespannen tegen de werknemers van de SWM. De principe van no work, no pay zal ook toegepast worden, zegt Sloten. De oproep om voor de rechter te verschijnen is niet in goede aarde gevallen bij de werknemers, zegt hij. Nou, die zijn wel furieus over het besluit van de directie, maar ze staan toch wel allemaal als één man achter ons. En ik denk dat ze morgenochtend ook daar aanwezig zullen zijn om ons te ondersteunen. We hebben inmiddels al onze jurist op de hoogte gesteld. We hebben ook al onze stukken verzameld, dus we melden ons morgenochtend aan. Sloten denkt dat de directie deze stappen heeft ondernomen om druk op de bond uit te oefenen om de acties op te heffen. Hij benadrukt ook dat het niet om een politieke actie gaat, maar om een werknemersactie en vraagt daarvoor begrip van de samenleving. Indien de rechter meegaat met de eis van de maatschappij, zal de bond zich daarbij moeten neerleggen, zegt Sloten. We zullen ons sowieso, denk ik, moeten neerleggen bij het besluit van de rechter. Maar ik zou toch wel willen zeggen dat de rechter ook goed zou moeten overwegen als voorens hij een besluit gaat nemen en dingen, zaken goed op een rij moet zetten. Wat ik wil toevoegen is nogmaals om een beroep te doen op de gemeenschap om begrip te tonen voor onze actie. Het is helemaal geen politieke actie die wij voeren, maar het is sec een werknemersactie die wij voeren. Het gaat sec om rechten van ons als werknemers bij SWM. Dus als men begrip kan tonen voor onze actie. Steven Sloten, secretaris van de bond, aangesloten bij de SWM. De bond is vanmiddag via een deurwaarder-exploot opgeroepen om morgen voor de rechter te verschijnen.